Waarom vindt de provincie innovatie belangrijk? Omdat wij met elkaar op een wereldmarkt spelen waarin de concurrentie eigenlijk moordend is. En wij vinden het belangrijk om te innoveren, omdat het ons gaat om werk. Werk voor nu en werk voor in de toekomst, voor onze kinderen. En daarom is het urgent om op dit moment te innoveren. Het MKB is de banenmotor van Nederland, dus de innovatie zal bij u plaats moeten vinden. En dat betekent nogal wat. U zult aan de slag moeten gaan en dat doet u door samen te werken. Kleine ondernemers met grote ondernemers. Door gebruik te maken van elkaars kennis. Maar ook gebruik te maken van de kennis van de kennisinstellingen die we dus in grote mate hier in onze provincie hebben. Een van de manieren om innovatie te stimuleren is om clusters en netwerken te subsidiëren. Dat is dus Innovateams, zoals jullie hier bij elkaar zitten. Want volgens mij is het heel erg belangrijk dat ondernemers elkaar leren kennen. Kennis delen, dat ze ook gebruik maken van de infrastructuur die er is, van de netwerken. En wat ik heel erg leuk in de Innovateams vind, is dat de creatieve industrie betrokken is. Want daar zit groei van werkgelegenheid, daar zit creativiteit die nodig is om innovatie tot een succes te maken. Want producten bedenken is één, maar ze verspreiden en bij de consument brengen is twee. En daar zit in feite toegevoegde waarde voor ons bruto nationaal product in. En dat levert werk op. En in feite doen we het daar allemaal voor. Werk voor nu en werk voor in de toekomst. Ons innovatiebeleid is niet alleen het stimuleren en subsidiëren van de clusters en netwerken zoals het Innovateam. Maar ook individuele bedrijven te stimuleren om te innoveren. En dat doen we samen met partners. De Kamers op Koophandel, Sintens, OostNV, de werkgevers in de metaal en met u. En samenwerken, dat werkt. Innoveren. Dat kan juist in onze regio, want wij zijn in staat met onze kennisinstellingen toegevoegde waarde te leveren aan ons product. En dan kun je de concurrentiestrijd op die wereldmarkt heel goed met elkaar aan.